Attentie, attentie. Dit is een belangrijke mededeling voor alle aanwezigen. U wordt verzocht nu plaats te nemen in het witte vak. We zijn vandaag bij de voorstelling Eigen Schuld van Bonte Hond in Almere. En dat is een voorstelling over imago en over schulden. Begin van het jaar was er ook een schoolreis naar de Ardennen. Maar daar ben ik ook niet heen geweest. Bonte Hond heeft een publiekswerkingsprogramma en dat is een programma waarin ze op een andere manier een nieuw publiek proberen te bereiken, altijd rondom een maatschappelijk thema. En dit jaar maken we een voorstelling rondom schulden, omdat er gewoon nog een groot taboe leeft rond schulden en mensen die in schulden zitten. Boete? Mevrouw, ik heb een bewindvoerder en zij regelt al mijn vaste last. Zij is daar verantwoordelijk over. Het kan niet zo zijn dat ik... Ja, het is een voorstelling waarin wij een kijkje willen geven van hoe is dat dan, hoe kom je in schulden, wat gebeurt er met je als je in de schulden zit en niet alleen praktisch, want dat is allemaal wel op te zoeken, maar wat gebeurt er van binnen met je? Ja. Hallo. Hoi. Heb jij, Dio, een moment kunnen vinden uit je eigen leven dat je dacht, dit komt nooit meer goed en dat het dan toch goed kwam? Eigen Schuld is geen reguliere theatervoorstelling zoals mensen hem kennen. Het is echt een tocht, zou ik bijna willen zeggen. We nemen mensen mee, eerst een stukje door de binnenstad van Almere. En uiteindelijk gaan we naar een leegstaand winkelpand dat helemaal is omgebouwd. In die beginroute leer je mensen kennen. Die symbool staan allemaal voor één manier waarop je in de schulden kan komen. En die blijf je volgen. Dus je gaat helemaal door al die fasen heen waar iemand die in de schulden terechtkomt ook doorheen gaat. En we hopen dat voor mensen die er zelf niet in zitten of er weinig van weten, dat ze een beter beeld krijgen. Ja, misschien zelfs een beetje begrip over, want er wordt heel vaak gezegd, ja, weet je, je maakt ook verkeerde keuzes. Maar soms is het echt niet je eigen schuld. Ik vond hem heel mooi, maar dat is misschien niet het goede woord, maar ik vond het heel benauwend. De setting, in zo'n hok staan benauwend, klimmen door al die dingen, heel benauwend. Je kan echt geen kant op. Dus, en dat voelde, tenminste, ik heb dat echt gevoeld op bepaalde momenten in de voorstelling. Niet alleen dat het me verteld werd, maar dat ik ook mezelf zo geen kant op kon, weet je wel. Dus dat, ik vond het mooi.